The day after. Ja, we hebben met glorieuze gevoelens en lovende kritieken van de kranten gestaan in Madrid, in Londen. Ja. Of wat zeg ik, Turijn en Londen natuurlijk. Ja, Madrid zit in mijn hoofd nog. Ja, de tickets waren al geboekt. Ja, bijna wel. Ja. Maar ja. Nee, ontluisterend natuurlijk. En zeker de manier waarop, als je 2-0 voor staat in de rust en dan ook uit hebt gewonnen. Ja, dan moet je toch over de streep kunnen trekken. En als je hem dan in de 96e minuut tegenkrijgt, ja, dat is een extra hard gelach. Het had absoluut niet nodig geweest. Ik vond ook dat het meer lag aan Ajax dan aan Tottenham, deze nederlaag. Ja, 3 doelpunten tegen. Veel parallellen natuurlijk met Barcelona en Liverpool. Liverpool ook 3 keer scoren. Met Wijnaldum 2 keer. Ook laten liggen in de eerste wedstrijd Barcelona. Hè, met die kans van Dembele. Nou, Ajax precies hetzelfde met Neres. Dus de parallellen zijn overduidelijk. En alle tweede keren met in ieder geval Barcelona en Ajax als verliezer. Ja. En 2 Engelse clubs als winnaar. Ik zie nogal wat parallellen. Ja, ik kan het niet onderuit. Want parallellen tussen onhandige uitspraken van Valentijn Driessen. Ja. Ik dacht, nou, eerst heb je van, ik ga niet naar Madrid. Ja. Nou, ik dacht, dat waait misschien wel over als Ajax de finale haalt. Ja. En welke, maar toen hadden we een gesprekje met Sonny Siloy hier op de bank over Lucas Moura. Ja. Zullen we even luisteren? Heel graag. Hij zei al, Zuid-Koreaantje, maar dat is natuurlijk wel een spits. Je hebt het tegen Manchester City gezien in de Champions League. Die ballen op hele knappe wijze in de goal kan krijgen. Ja, maar hij is in feite ook de enige doelpuntenmaker die Spurs heeft. Nu Harry Kane er niet bij is. Hè. Dus ja, op dat moment hoef je eigenlijk maar te focussen op 1 speler. Want Moura, die kan je rustig alleen voor de keeper zetten. Want die scoort nooit. Je loopt het doel voorbij. Ja. Hoe snel is hij? Ja, maar die scoort nooit. Dus ja, nee, ik denk dat niet het probleem hoeft te zijn. Ja, die kant, Valentijn. Ja, ja. Nou, wat moeten we hierover zeggen? Ja, daar zeg jij het maar. Want ik zeg altijd tegen jou, de glazen bol, daar ben ik niet goed in. Nou, dit is een beetje glazen bol, maar ik had mijn huiswerk natuurlijk wel gedaan. Want ik heb hem gezien tegen West Ham, ik heb hem gezien tegen Ajax, ik heb hem gezien tegen Bournemouth. En de man is gewoon 5 keer alleen voor de keeper gekomen en scoort niet. Hij komt nu 3 keer in een scoringspositie en scoort wel. En ja, helaas, achteraf is altijd een koe in zijn kont kijken. En dat doen we graag. En daarvoor staan we hier ook. Maar ja, dit soort dingen gebeuren. Hè? En ja, grote jongen en incasseren en door. Ja. Kan je nog wat? Want we waren gisteren ook al bij de Arena. Of ik nog wat durf te zeggen? Nou ja, nee, zeker ja. Ja, uiteraard. Ja, daar ben ik toch voor. Ja, nou ja, goed. In ieder geval heeft Lucas Moura het goed gedaan, ja, zou je kunnen zeggen. Is nog een understatement. Ja. Want hij kreeg... Er had wel wat meer defensief werk aan gedaan kunnen worden. Hè, bij die goals. Hè, met Schöne bij de eerste en de tweede goal. Ja. Met Matthijs de Ligt bij de derde goal, onze grote vriend Magalan, waarom die inviel mag Joost weten. Die ging ook niet voluit bij het duel met Dele Alli. Dus ja, nee. Er gingen wel wat fout aan. Ja, komen we zo nog op terug. Ik wou even de Britse kranten nog doornemen. Ja, deze kan je boven je bureau hangen. Ja, ja. Moura de Same natuurlijk over Moura, die een 10 kreeg overigens. Ja. En hier zie je waar we het ook al over hadden, Another Miracle. Ja, ja, nou. Want dat is natuurlijk toch wel opmerkelijk. Ja, ik zat zelf ook in het stadion in de rust eventjes een plasje doen. Nou ja, iedereen zat al... Het had niet mogen gebeuren. Nee, daarom waar is het fout gegaan voor Ajax? Nou, ik denk al wel dat het al eigenlijk, hè, ondanks het 2-0 bij rust... Hè, daar zou iedereen weer zeggen, ja, we stonden toch met 2-0 bij rust voor bij Ajax. Maar eigenlijk is het fout gegaan al bij de beginopstelling, toen Neres uitviel. Is hij gaan schuiven, heeft hij Dolberg ingebracht, Erik ten Hag. Nou, Dolberg draait voor geen meter. Dat hebben we de laatste weken hebben we dat gezien. Als hij af en toe een invalbeurtje kreeg. Heeft niet het vertrouwen van de trainer. Dat voelt hij niet. Ja, en die komt er dan in als spits. En dan Tadic die moet uit die spits weg. Terwijl dat was de gouden vondst bij Bayern München uit. En dat is zo succesvol geweest in Europa. Dus dan verander je toch te veel voorin. En te veel automatisme. En ik denk dat daar in eerste instantie al de fout is gemaakt. Hoewel Ajax natuurlijk met 2-0 voorkomt. Ja, en dan mag je het eigenlijk ook niet meer weggeven. Nee, als je aan de spelers denk je zelf had gevraagd. Misschien de kern van het team, hè, als coach. Van moeten we Dolberg opstellen? Of Tadic in de punt, of misschien Huntelaar. Wat denk je dat het antwoord was geweest van de spelers? Dan hadden ze in eerste instantie gekozen voor Tadic in de spits. Omdat daar kan je een team aan ophangen. Maar in tweede instantie zeker aan Huntelaar. Hè, die scoort ook in de bekerfinale. Maar dat is mentaal ook veel beter voorbereid op dit soort wedstrijden. En helemaal als je een speler, en Dolberg hoort het pas heel laat dat hij zou gaan spelen. Als je zo'n speler zeg maar op het laatst moet inbrengen. Ja, dan heb je aan Huntelaar natuurlijk wel een echte fighter. En
ja, die brengt dan natuurlijk veel meer en die brengt zijn ervaring. En ja, dan zouden de spelers van Ajax zouden ongetwijfeld voor die opties hebben gekozen en niet voor Dolberg. Dan nog heel even over die tweede helft. Inderdaad, hij brengt Mazraoui in en Magajan ook uiteindelijk. Vind je daar nog vind je dat nog opvallende wissel? Nou, die eerste kan ik wel begrijpen met Mazraoui, want je wilde gewoon meer voetbal. Want Ajax kwam helemaal niet aan voetballen toe. Wat dat betreft hadden ze niet geleerd van die wedstrijd in Londen. Toen kwamen ze de tweede helft ook niet aan voetballen toe. En nu kwamen ze weer niet aan voetballen toe. Dus dan probeer je meer mensen op je middenveld, zodat je wel aan voetballen toe komt. Dus dat kon ik nog wel begrijpen. Maar is dat naïef of een fout? Of hoe zou je dat... Nee, nou, dat heeft ook met kwaliteiten van de spelers te maken. Daley Blind verwacht je dan ook meer een voortrekkersrol. Rust aan de bal. Van de keeper verwacht je meer rust aan de bal. Die schiet gewoon twee ballen uit. Daley schiet gewoon één of twee keer een bal gewoon blind naar voren, terwijl je gewoon rustig kan opbouwen. Ja, dat moet je wel in je hebben dan op zo'n moment. En dat hadden een aantal spelers niet. Maar die Magelan, om die Magelan terug te komen. Kijk, ik begreep wel dat Lorente een groot gevaar was. Maar Lorente ging heel handig, ging die bij Blind staan. En daar won hij bijna ieder kopduel van. Maar daar hadden ze moeten wisselen. Hadden ze bijvoorbeeld de licht op Lorente kunnen zetten. Maar met Magelan erbij heb je drie centrale verdedigers. Ja, wie gaat hem dan pakken? Ja. En je hebt geen opbouw meer van achteruit. Dus dit begreep ik niet. Plus dat je met Donny van der Beek op het middenveld heb je nog druk naar voren, meer voetbal op je middenveld. En dan kan je de lange bal naar Lorente eruit halen. Ja. Dus er zijn zeker wel coachfouten gemaakt, ja. Nou, oké, maar goed. Dat zijn allemaal de dingen die niet goed zijn gegaan. Maar als je dit seizoen van Ajax geeft, dan kan je column. Dit Europese seizoen van Ajax moet omschrijven, is het natuurlijk fantastisch. Overal geweest. Is een waanzinnige Europese campagne geweest. Hè. Het begon in Oostenrijk, meen ik, eind juli 2018. En we zitten nu in half mei 2019. Ja, geen enkele Nederlandse club heeft dit de afgelopen jaren gepresteerd om in de halve finale van de Champions League te komen. In een heel ander voetballandschap. Ja. Hè. Sowieso al naar het Bosman er is, maar met het groot kapitaal. Ajax heeft een begroting van 90 miljoen. Nou, dit zijn clubs die ze hebben uitgeschakeld van 400 tot 700 miljoen omzet. Ja, geweldig. En af en toe met geweldig oogstrelend voetbal. Iedereen heeft genoten van Ajax in Madrid. Iedereen heeft genoten van Ajax in Turijn. Het eerste half uur tegen Spurs vond ik zelf eigenlijk bijna het beste half uur wat ik van een Nederlandse club gezien heb dit seizoen. Dus ja. En dan krijg je deze domper. En ja, dan is het ook een beetje flauw om allerlei schuldigen aan te gaan wijzen. Maar intern zal dat wel moeten gebeuren. Maar jij zei ook voorafgaand, en alle Ajax-fans bij het stadion, van nou ja, dat wordt een overwinning. Ja, nou, ze hebben ook 2-0 voorgestaan. Ze hebben ook nog 2-1 voorgestaan. Dat had natuurlijk ook een overwinning moeten worden. En moeten zijn. Dit had Ajax nooit moeten laten gebeuren. Nee. Want daar blijf ik bij. Het ligt meer aan Ajax dan aan Spurs. Want het was gewoon met de moed en wanhoop, hè, hoe zij verdedigden. Of hoe zij aanvielen, Spurs. En Ajax, ja, die had daar toch veel meer zijn eigen spel tegenover moeten zetten. Oké, nou, ik zal je verder niks meer vragen over voorspellingen. Je mag me alles vragen en ik zal overal antwoorden. Oké, dan doen we dat gewoon. Valentijn, dankjewel. Heel graag gedaan.